Hij had, waar jij helemaal niets van wist, hij had jouw vader om je hand gemaakt. Jij wist er helemaal niets van, maar jij had het plannetje ook helemaal in de hand. Je had de hand van mij gevraagd. Nou, en ja, niet alleen de hand, hè, toch? Nee, precies. Daarom durfde je er ook mee naar Londen te gaan. En daar ook helemaal in stijl, boven op die Tower Bridge, deed jij jouw huwelijks aanzoek. Wat een romantiek toch, hè? Wat een romantiek. Je ging ook op je knieën, hè, toch? Ja, heel even. Doet er niet toe, je ging op je knieën. Helemaal in stijl, fantastisch. Ja, wat is het nou dat jullie zo speciaal maakt? Voor elkaar. Dat was mijn vraag toen ik bij jullie ook op bezoek was. Ja, dat was geen makkelijke vraag. Maar toch, jullie keken elkaar eens diep in de ogen. Er werd wat gezucht, zo. Wat is dat nou, dat speciale? Maar toch brandden jullie los. Ik kan bij Mijntje mezelf zijn, zei jij Jeroen. We zitten op één lijn. Maar wat je ook zei, en dat wil ik hier toch ook wel even luid en duidelijk zeggen, ze heeft fantastische ouders. En wat je ook zei, want dan, ja, jij gaf het een beetje aan. Jij zei van, ja, hoewel ik eigenlijk een beetje verwend enigst kind was, heeft Mijntje mij toch geleerd wat delen is.